Nou, de tropie die staat nu buiten. En ja, nou, het stuur dat staat recht, dat zien jullie. Maar het scherm, nou ja, het is absurd, hè? Ik zal eens even inzoomen, kijken of we het dan beter kunnen zien. Maar ja, dat staat helemaal scheef. Je ziet het wel aan het mandje, hè? En dus thuis zit ze, armhoopie. Je kunt ook wel aan de kopie zien, hè, dat ze dan niet in orde is. Als ze je aankijkt, ze kan dan zo zielig kijken. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag zondag, tevens Palmzondag. En we leven op 2 april, dus de tweede van de vierde 2023. En we leven alweer reeds om 15:50. Legt er een eentje te zielig te doen, die wil graag weer even gaan lopen. Ja, ik heb vannacht geen oog dicht kunnen doen. Ik ben wel op bed geweest. Ik heb heel even, nou misschien een half uurtje weg geweest, ergens weet ik veel waar, tussen hemel en aarde met mijn slaap. En toen was ik weer. En toen wou ik weer kijken waar Karin was en toen kon ik dat niet meer zien. Nee. En dat had, wat is App zelf gedaan? Die had haar locatie stilgezet of zo, ik weet het niet. Maar in ieder geval, ze had het zelf niet gedaan. Dus ja. Maar in ieder geval, ik heb, wat dat er gaat, een hele vreemde ratnacht gehad. Ja. En, maar ja, ook vanwege mijn zwager, dat hij ook bijna was overleden. Daar heb ik even over liggen te denken en te doen. Dus ja, ook niet leuk. Nou probeert hij mij te bereiken via WhatsApp, maar hij kan mij niet weer terugkrijgen op WhatsApp, dus ik ben bang dat hij alles van mij moet wissen en dan opnieuw in moet installeren. Nou ja, dat is makkelijk. Je haalt mij, je schrijft eerst mijn telefoonnummer op een stukje papier en dan pata. Maar ja, in ieder geval, ook hebben we vanaf vandaag, gaan we daarmee beginnen, moet ik eerst even zoeken waar dat nou weer is, want ik had daar, oh ja, Hero, heb ik in een map gedaan, van onze Mirjam Eleveld, met vragen. Ja, nou, dat staat nou open, als ik mijn meisjes heb uitgelaten, dan kom ik sowieso terug voor Mirjam ook, onder andere. Om sowieso op één vraag sowieso een antwoord te gaan geven. Dus Mirjam, opgelet. Vanaf vandaag beginnen we daarmee. Dus helemaal, ja, leuk! Ja, geweldig! Komt goed, schat. Maar mijn meisjes gaan naar voren, dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van de dag, want het is hier prachtig mooi weer. Enkel het stormt als een raket en het is koud. Het is 8 graden, maar de gevoelstemperatuur is 3 graden. Ja, oké. Okay. Dus ja, het is baggerkoud. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. En geniet een beetje met ons mee. Ik zou zeggen, tot later. Nou, de tropie die staat nu buiten. En ja, nou, het stuur dat staat recht, dat zien jullie. Maar het scherm, nou ja, het is absurd, hè. Ik zal eens even inzoomen, kijken of we het dan beter kunnen zien. Maar ja, dat staat helemaal scheef. Je ziet het wel aan het mandje, hè. Ja, de booster staat recht, maar het mandje en het scherm hangen scheef. Maar de solo die staat nou in de schuur en aan dezelfde lader. Ja, ja, dus dat komt helemaal goed. Maar die solo die van Mary, die werkt helemaal anders dan die van mij werkte. Dat ik wou achteruit. Ja, gaat het kring vooruit? Wat? Ik knijp in achteruit, ja. Maar ja, ze heeft er ook een cruise control erop. Wat Karin in de auto heeft.
En ja, dan werkt zoiets anders. Ook heeft een gaspedaal voor de voeten. Nou, die gebruik ik niet. Ik gebruik de dingen wel voor mijn handen. Dat ken allemaal. Maar als ik achteruit wil, moet ik op de pijl naar beneden drukken. Ja, dat ging allemaal niet. Nee, hè? Nee, dat gaat allemaal niet. Dus ja, het is even wennen weer, maar dat komt wel goed. En ik gebruik die tropie gewoon eventjes naar hier in de stad. En ga ik naar Meri toe of weet ik van waar naartoe, dan is het gewoon, ja, op die solo. Ik draai jullie weer even om. Jo, zo, daar ben ik weer. Even dat klepje ook omdraaien, het schermpje. Dus ja, dat dus. Maar oké, op Mirjam Eleveld aan te komen, dat heb ik beloofd, vandaag sowieso. Ik zal hem even groter maken. Ja, zij had van de... Oeh, wat moet je nou? Oh, Mirjam, sorry. Dat gaat eerst even wat anders voor. Moeten jullie wel wekken? Ja, dat dacht ik al. Hé? Rijka? Moet je ook snoepie? Ja, kom maar. Hé? Ja, komt u maar. Komt u maar. Snoepie, snoepie. Ja, daar is even weg. Kom eens even die kant op. Zo, deze bak. Deze bak. Moet ik hem even open zien te krijgen, hè? Kom daar ook. Kom dan. Kom dan, kind. Kom dan. Kijk eens wat vrouwtje hier hebt. Ga jij eens even met... Moet je niet. Rijka wil niet. Klein dingetje. Ze is weer niet in orde, hoor. Ik weet het niet, maar het zit ook in het weer, want ze wil ook om de havenklap naar buiten toe. Maar jij wilt wel, hè? Ja, grote meid. Oh, lekker. Die neemt ze mee. Nou, neem ik nog een ringetje voor je mee. Het zijn allemaal deze figuurtjes en nou ja, zelfs een paashaartje. Alsof dat die beesten... dat is een badje. Maar een paashaasje en wat is dit? Een visje. En een vogeltje. En schildpadjes zitten erin. Dus ja, helemaal leuk. Nou, dan neem ik voor Rijka even goed wel even wat mee. Paashaasje en visje, dat zijn kleintjes. En voor Elwing neem ik nog een ring mee. En dus, ja. Nee, ze krijgen hier niks tekort. En Gandalf is buiten. Dus ja, die kan nou niks krijgen. Maar als die binnenkomt, ik moet nog even een zakje pakken. Uit de kast. Met snoepjes. Ja. Voilà. En nou, gaat dat even in mijn hand. Andere kant. Zo. En ik neem jullie mee weer. Niet wat die dame heeft, hoor. Ja, gek kind. Het is maar een gek kind. Wat is dit? Lekker, hè? Dat lussen we wel. Moet jij nou een visje? Moet jij een visje? Moet jij een visje, kind, of niet? Nou, jullie zien het. En Mirjam, je ziet het. Niet helemaal happy. Komt ook door het weer, hè. De mensen hebben er last van. Heel veel mensen. Ook vrouwtje. Hé? Ja, nou, ik laat hem daar wel liggen. Als je zin in hebt, kan je het zo pakken. Hé? Ja, je bent lief. Hé, lekker ding. Nou, daar zit nog een lekker ding. Ja. Dus ja, dat dus. Nou, dan draai ik dat schermpje weer om. Voilà. Nou, en nou wel op Mirjam, op bij Mirjam aan te komen. Ja. Ze had een vraagje, hè. Een vraagje, stond er duidelijk. Vraagje.
Maar dat vraagje, dat is niet een vraagje. Nee, dat zijn vragen. Ja. Maar in ieder geval. Wat was vroeger als kind zijn die jouw favoriete eten? Nou, het is nog steeds mijn favoriete eten. En je kan mij er wel wakker van maken. Als het maar op de manier klaar is gemaakt, dat ik het ook klaar maak. En dat is heerlijk. Ik ben gek op spruiten. Vroeger al, als kind zijnde, zoals mijn moeder het klaarmaakte. Ja, die konden mij voor wakker maken. Maar, in de loop der jaren, al jouw eten kun je nog steeds uitgebreider gaan klaarmaken. Met meer kruiden erin, of wat dan ook. Nou heb ik vroeger in Leeuwarden gewoond. En daar heb ik een vriendin gehad, die was chefin, kokin, hoe noem je dat? Een chefkok, ja, de hogere kok, weet je wel, wat je op televisie ook wel hebt. De chief. Maar dan was zij een vrouwelijke kokin. Ik noemde, ja, ik kan toch geen kok noemen, want je bent geen man, weet je. Die heeft mij van twee soorten groenten iets lekkers geleerd te maken. Ja, en ook bloemkool ben ik gek op. En dat momenteel, ja, het is niet te betalen natuurlijk. Ik ga wel op het prijsje letten dat het voor mij te betalen is. Maar qua spruiten. Nou, je bakt een siepeltje, oftewel een ui. Ik zeg altijd een siepel. Of siepels. Ik leg eraan met hoeveel personen je bent. En het moet wel bij de spruiten passen qua hoeveelheid. Je moet niet te veel, maar ook niet te weinig. Dus ja, bij zo'n zakje met spruiten doe ik meestal 3 uien. Maak ik schoon, snij ik in stukjes. Die bak ik met paprika poeder, currypoeder. Hoe heet dat ook alweer? Gemberkruiden doe ik erin. Of ik moet verse hebben, dan snij ik verse gember er doorheen. Knoflook, et cetera. Nou, dat bak ik lekker op. En wat je dan ook kan doen, dat is als je het qua geld kan doen, spekjes bakken. Die zijn al in stukjes, dus dat hoef je niet meer te doen. Maar dat is duurder dan de goedkoopste rookworst. En ja, dan als ik geen spekjes kan betalen, neem ik gewoon de goedkoopste rookworst. En die snij ik in stukjes. En die gaan er dan ook doorheen bij die uien. Dat bak ik dan even met elkaar op, weer verder. En dat gaat weer door mijn spruiten heen. Maar in mijn spruiten doe ik ook nog eens een keer even wat nootmuskaat erbij. Kun je ook bij dat bakken doen met je siepels en je spekjes of rookworst. Nou, dat doe je allemaal door elkaar heen. Mwah, lekker. Dus ja, dat is de eerste vraag voor jou. Ja, en ik ben ook gek op bloemkool, maar ja, ik ben op een heleboel dingen gek. Wat ik absoluut niet lust, nou, dat is rabarber. Kom daar niet bij mij mee aan, want ik loop wel een straatje om. Ja, dat lust ik niet. Absoluut niet. Griesmeelpudding en custardpudding moest ik, was ik verplicht om dat vroeger te eten. Met vel en al, want mijn moeder maakte dat zelf. Met vel en al. Nou, dat haatte tegen mijn gehemelte aan. Ik zat gewoon te kokhalzen erdoor. Maar ik moest en zou het opeten, want daar werd ik groot en sterk van. Ja, aan mijn hoela. Nou, dat hoef ik dus nooit meer. En ik ben blij dat ik nou dus dat ook niet hoef te doen, want ik kook dat niet, ik ga dat niet maken, niks. Ik vind dat zo walgelijk vies en smerig. Klontjes zaten erin en ja, nee. Mag ik bedanken? Zoals bij die custardpudding had mijn moeder ook regelmatig, ze klopte dat niet goed door, dat het echt een gladde pap werd. Er zaten ook nog maar klontjes in. Oh, ba, yaki, ba. Nou, dat was het eten. Dus de rest, dat komt morgen weer, Mirjam. Ja, dus lieve schat, ik hoop dat je, ja, dat dit de eerste vraag over de groente, dat het goed is beantwoord daar naar jou toe.
Dus, kom maar op hoor. Ik vind dit leuk. Ja. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Morgen zal ik de tweede vraag gaan beantwoorden van Mirjam. En mochten jullie vragen hebben, de andere volgers van mij, kom maar op. En jullie krijgen iedere dag dan een antwoord erop. Ja, komt helemaal goed, helemaal leuk. Ik zou zeggen, toppie. En geniet verder van je dag. Het is namiddag nog, want het is, we zien 19 minuten over 5. Ja, er zijn ook mensen die zitten al te eten. Dus ja, smakelijk eten, bon appétit. Maar ik ga nog niet eten, nee. Mij nog veel te vroeg. Ja, ik ga lekker een bounty nemen. Ja, lekker. Mijn koffie heb ik al op. Ga nog een bak koffie maken. En dan ga ik daar weer voor aan het werk. Ik zal even aankruisen wat we hebben gehad. Qua eten, dus ja. En morgen komt de volgende vraag. Dus komt goed, ik zou zeggen. Tot later en geniet. Nou, ik was er bang voor. En het is gebeurd ook. Ja, ik was net te laat. Ik had het gewoon even niet door. Maar Rijka heeft dus overgegeven. Ja, onder die handdoek. Ik gelijk die handdoek er maar op. Ik heb er hier troep mee gedweld met die regen allemaal. Dus, en ik heb nog een oude handdoek. Nou ja, ik pak zo even een emmer met een sopje en dan kan ik die handdoek ook weer even uitspoelen. En dus daar zit ze, armhoopie. Je kunt ook wel aan de kopjes zien, hè, dat ze dan niet in orde is. Als ze je aankijkt, ze kan dan zo zielig kijken. Oh, ja, ze kan echt zo zielig kijken. En dat denk ik bij mezelf van, ja, je kunt zelf beter wat markeren. Je weet wat je eraan moet doen, maar zo'n hoopje weet dat niet, hè. Nee, en je moet het dan ook maar doorhebben, hè. Ja, ik ga nou even een emmertje met sop maken. Kunnen we dat even weer schoonmaken? Ja, dat moet wel even gebeuren. Zo. Even een beetje pakken. Nee, die niet. Deze maar. Even heet water laten lopen. Dan moet die hand wat omhoog komen. Niet zo moeilijk doen. Ja, en dan eventjes deze grote jongen. Met eucalyptus, of hoe heet dat? Ja, nou ja, zoiets. Zo. Ja. Ja. Nee, ik kan er gewoon niet tegen als een dier wat mankeert. Nee. Dan krijg ik zelf de tranen in mijn ogen, hè. Ja. Ah, lekker warm. Ja, want ze is al 10 keren buiten geweest. Dus iedere keer die deur open en dicht, deur open en dicht. Komt wel iedere keer kou mee naar binnen. Maar ik heb de kachel uit. Dus ja, dan krijg je toch wel even koud. Terwijl het niet koud is in huis. Maar ja. Deur open, deur dicht, dan krijg je zo koud. Dan krijg je iedere keer die koude vlaag over je heen. Eventjes anders, even wat koud erbij. Anders verbrand ik mijn handen. Ja, dat moet maar niet. Zo. 1, 2, voilà. En dan nemen we jullie weer mee. Ja, het moet wel even schoon, hè. Even tegenlicht, sorry. Ja, moet wel eventjes schoon, zeg maar. Oh. Moet je weer naar binnen? Mag, kom maar.
Ja, dat dacht ik al. Op de kachel. Nou ja. Eventjes. Dat schoonmaken, hè. Ja. Even Mierik omhoog. Ja. Zo. Ja. Hé? Arm kind. Ja, hé, meisje toch. Och, goedje. Hé? Vrouwtjes kind hoor. Ja, het zit hem in het weer, hè? We hebben er allemaal alles van. Zowel diertjes, zowel mensjes. Ja. Allemaal last. Hé? Nou, dan neem ik de pronk op kwijt even mee, want die ziet er ook niet uit. Hé? Kind toch? Ja. Ja. Arm hoopie, hé? Je bent lief hoor. Kan je niks aan doen, schat? Nee, kan jij niks aan doen? Nee. Kan jij niks aan doen, schatje? Nee. Ik ben lief hoor. Nou, dan zetten we het stof even daar neer, zodat het daar droog is. Hé? Ja. Daar is het droog worden, hè? Ja. Plankje ook weer mooi schoon. En we laten het emmertje gewoon ook even staan. Hé? Stel je voor dat je het weer per ongeluk in huis doet, omdat vrouwtje het niet door hebt. Ja. Hé? Wat verdikkie, schat. Ja, wat verdikkie, kind. Oh, gosje. Lekker bij je zus, hè? Lekker bij je zusje. Ja? Ik weet niet of jullie het zien, maar ik zie hier zo, zonder mijn camera, zie ik er gewoon wat trillen. Oh, oppie. Hé? Ja, en dan is het buiten nog koud ook, hè? Hier? Het zonnetje schijnt wel, maar het is ook zo koud, hè? Hier? Hopie. Hé? Het is wat met jou. Ja, je bent vaker gemarkeerd wat, omdat dat Elwing wat markeert. Ja. Ik weet ook niet hoe het klimaat in het gat is waar jij vandaan komt, Roemenië. Dat is vies. Hé? Ja, ga maar lekker slapen. Is goed voor je. Doe maar. Ja, en ik vind nog steeds het beeldje wat ik van Karin heb gehad zo mooi. Ja, ik pak hem er weer even bij. Zo mooi. Ja, echt zo mooi. Echt heel mooi. Ja, en ik ben dus de vlog van vandaag aan het delen. En dat ga ik even mee verder als jullie het niet erg vinden. Dus ik zeg het, lieve vrienden. Geniet verder van jullie avond, want het is prachtig, mooi weer. Ja, lieve vrienden, we zijn hier weer bij elkaar. He? Ja, nou, ja, ik lach, want onze Elwin die zit naast me en die vraagt een heleboel aandacht. Ja, maar in ieder geval, wij komen jullie even wat rust te wensen. Jij, onze vrienden even wat terug te wensen, hè? Ja. Dus ja, en we gaan zo meteen lekker naar bedje toe. Want ook ik ben eens een keertje moe. En
De meisjes ook. En dan morgen weer een nieuwe dag. En ja, ik heb de computer nog aan. Ik ga even wat opzoeken. Want elke dag heeft nou een betekenis. Tot met Pasen. Dus de dagen voor Pasen, wat de betekenis ervan is. Ik zal even koekeloeren hoe ik dat even aan Google moet vragen. Wat zijn de... Nou. Even mijn telefoon ook aan de kant. Voilà. Wat zijn de betekenissen, ik kan niet meer schrijven, nissen van de dagen voor Pasen. Ja, even koekeloeren. Klik zo maar even aan. Ja. Ja, nou en anders zoek ik het morgen wel even uit. Want ik zag van de week, gisteren of zo, zag ik iets. Ook, ja, de maandag had een naam, maar wat. En dan heette de witte donderdag en as woensdag of weet ik veel. Ik weet het allemaal uit mijn hoofd niet. Ja, palmpaarse betekenis, ja. Dat had ik gisteren al ergens. Wat vieren christenen met Pasen? Ja, ik ben zelf een christen, maar ik weet niet al die dagen. Kun je nagaan? Ja. Is niet erg? Oei, oei, oei. Nou, en anders, zoals ik al zeg, doen we dat morgen even, want ik ben er ook te moe voor. Dus dat komt wel, maar dat zoek ik even op. Dat vind ik wel eventjes leuk. En dat, ja, komt dat ook wel weer goed. Nou, en dan... zeg ik gewoon, hou vol goede moed. En slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het, God houdt over ons de wacht. Dus ik zeg, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!